De tweede eigenschap die Imam Sadr opnoemt, is het volgende. Hij zegt: De volgelingen van Ali zijn degene die jihadu, zich sterk inspannen, een intensieve jihad voeren. Wat is jihad? Jihad is niet een gewone inspanning, het is een inspanning om een doel te bereiken waarin je te maken hebt met belemmeringen. Je moet deze belemmeringen overtreffen om je doel te bereiken. En je moet verzet tonen. Je moet strijden tegen deze belemmeringen om je doel te bereiken. Goed, deze belemmeringen zijn soms innerlijke belemmeringen. Zoals je lust die losbandig en buitensporig wil zijn. Hiertegen moet je een jihad voeren. Al-Jihadul Akbar, de grote jihad. Maar je hebt ook uiterlijke belemmeringen. Vijanden die jou willen belemmeren. De vijanden die de islam en de moslims willen belemmeren. ...willen belemmeren en hun proberen tegen te werken om hun doel te bereiken. Goed, we moeten zo'n jihad voeren tegen deze vijanden. We moeten niet gelijk denken aan een gewelddadige en gewapende strijd. Nee, dit kan een politieke jihad zijn. Dit kan een economische strijd zijn, een culturele strijd. Op elk veld waarin wij te maken hebben met belemmeringen... ...moeten wij deze strijd voeren. En hierbij is Fatima al Zahra weer een goed voorbeeld voor ons. Een jonge dame... Een voorbeeld voor alle jongeren, mannen en vrouwen, die een strijd voert, die verzet toont. ter verdediging van de imam van haar tijd, Imam Ali alayhi salam. Haar huis wordt aangevallen, zij komt naar voren om het recht van Imam alayhi salam te verdedigen. Ze gaat naar de moskee toe met een gewonde lichaam. Achter de gordijnen, bij het gedeelte van de vrouwen, met een volledige hijab, houdt ze een lezing in de moskee van de profeet om uh, het recht van de Ahlul Bayt te claimen dagenlang klopten ze op de deuren van de uh, prominente en vooraanstaande metgezellen van de profeet om steun te vragen voor Imam Ali waren jullie niet aanwezig bij Ghadir -e Ghum hebben jullie niet gehoord dat mijn vader had gezegd uh, dat Imam Ali zijn opvolger is Waarom is de umma in deze toestand beland? Kom, Imam Ali alayhi salam, helpen. Dagenlang klopte ze op de deuren van de Muhajirinen en saar om hulp te vragen, en uiteindelijk leidde haar verzet en haar strijd tot haar martelaarschap, waarbij ze deze wereld verliet als martelares. En haar protest duurde ook voort na haar dood, na haar martelaarschap. Uh, ze had aan Imam Ali salam bevolen. Om haar graf geheim te houden. En op deze manier maakte ze haar protest tegen de onrechtvaardige machtsovername eeuwig. Ze liet hiermee zien dat zij... Uh, ...ontevreden deze wereld had verlaten van de onrechtvaardige uh, machthebbers. Goed, dit was de tweede eigenschap van de shiite van Amirul mu'minin. Wa de jihaduh. Degene die zich sterk inspannen. De derde en laatste eigenschap die imam Sadr salam opnoemt is het volgende. De shiiten zijn degene die handelen voor hun schepper. Ikhlas, ze handelen alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ze hopen alleen op de, op de beloning van Allah en ze vrezen alleen... De bestraffing van Allah. Hun intentie is puur en zuiver voor Allah. Ze handelen alleen voor Allah. Voor de beloning en bestraffing van Allah. Dit wordt ikhlas genoemd. Ikhlas In het Nederlands wordt dit vertaald als toewijding. Ook hierbij is Fatima Tuz Zahra, salamallah alayha, een goed voorbeeld voor ons. Jullie hebben het verhaal gehoord. Drie dagen lang ging de Ahlul Bayt vasten. En drie dagen lang tijdens iftar werd hun deur geklopt. Een bedelaar kwam naar de deur om eten te vragen. Goed, thuis hadden ze niet veel eten. Ze hadden alleen een stuk brood en water. Al het brood gaven ze drie dagen achter elkaar aan de bedelaars en zelf ontvasten ze met water. Niemand wist hiervan af. Drie dagen lang wist niemand af van deze ongelofelijke opoffering die ze hadden gedaan. Geen foto, geen social media bericht, geen video, geen likes, niks. Niemand wist er vanaf, maar Allah wist er vanaf. Allah wilde deze gebeurtenis, deze grote opoffering, bekendmaken aan alle mensen in alle tijden. En hij zond de volgende ayes uit Surah Al-Insan neer aan de profeet. Ze geven voedsel. Met het feit dat ze deze voedsel liefhebben. Goed, ze hebben honger. Ze hebben neiging naar dit eten. Ze hebben neiging naar deze eten, naar deze voedsel. Met het feit dat ze deze neiging hebben, dat ze deze liefde voor dit eten hebben, geven ze hun eten aan een arme, aan een weeskind, aan een krijgsgevangene. Waarom? Innema nutaimukum Allah. Wij voeden jullie slechts omwille van Allah. Wij doen dit alleen voor de tevredenheid van Allah. La, Wij willen van jullie geen beloning en ook geen uh, dank, geen beloning nog dank. Wij willen niks van jullie. Geen like, geen uh, applaus, geen compliment. Wij doen dit voor Allah. Dit is de glas van Fatima. Dit is de glas van Fatima die wij als voorbeeld moeten nemen in ons leven om een volwaardige Shiite en volgeling van haar te kunnen zijn. Dus ware Shiiten hebben drie Belangrijke eigenschappen volgens imam Sadr Ze onthouden hun maag en geslachtsorgaan van zondes. Ze hebben een sterke inspanning en ze handelen enkel om van Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadr zegt, fa fa ja Als jij deze mensen ziet met deze eigenschappen, weet dat zij de volgelingen van Jafar zijn, van imam Sadr zijn. Moge Allah ons tot de trouwe en loyale Shiite en volgelingen van Ahlul Bayt alaihimus maken, bepacht van Fatimah al-Zahra, Salamullahi alayka. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin.